Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Isis van Labyrinthus en vandaag hebben we twee Pokémon dozen. We gaan ze namelijk open doen. En we beginnen met deze. Ik ga even wachten. Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Isis van Labyrinthus en vandaag gaan we Pokémon dozen open doen. Ik heb deze al opengemaakt en de eerste kaart is natuurlijk deze. Magneten? Ja, goed. We gaan er vandaag snel doorheen. Ja. De GX-kaart, een hele mooie. Keldeo, daar. De eerste GX. Dan gaan we door naar deze. Ik kan hem niet goed lezen. Ah, electric. Ja, we moeten doorgaan, want we moeten die andere doos nog openmaken. Ja, die hebben we nog niet gezien. Kamperupt. Of Kamerupt. Squaggy. Oké. En nu komt de goeie. Jongen. Dragonite. Wow. Wacht, ik ga even de reeksen bij elkaar leggen. We gaan door naar deze. Wacht, hè. Ik kan hem niet goed lezen, want je wand staat ervoor. Mooi ver. Deze. Tranquil. En dan gaan we door naar deze twee. Tundurus en Swatloon. Door naar deze. Fletchgeider? Nee, Fletchinder. Ja, dan pak ik er even 4000 te hebben. Oh, dat zijn er 5. Oké, Purloin. Doe een beetje dichter, Idris. Bebarel. Gabite. Taurus. Tiduga. En Drapion. Sorry jongens, als ik ze niet goed kunnen tonen hebben, maar... Ja, we moeten er een beetje snel doorheen. Met de volgende kunnen we rustig parlaaien. Check ook de video van het zwembad. Niet vergeten, fracturen. En als jullie dit nog eens willen, abonneer dan tot de 30 abonnees. We hebben nu 21 abonnees. Oh, Jem. Nagando. Slazel. Froslas. We gaan voor de 5 likes. Medicam. Nee, we gaan niet voor 5 likes, sorry. 500. Zoveel. Sneasel. Op. Ja, dat is genoeg dan. Sneasel. Ja, deze kan ik niet goed lezen. Excuse. En Mushara. Dan Steenie, niet vergeten. Dan hebben we ook Dragonite en Yanmegaf, Lumion en Mucro. Duplate en Steenie, hier nog een keer Dragonite, daar een Energia. Een Quaiader, Favor of Misty, nog een Energy, nog een Energy, nog een Energy. Een Capidator, nog een Energy en een Capidator. Dat waren alle de eerste doos nu op naar de tweede doos. En we beginnen bij het eerst. Oké, deze gaan we rustiger doen. Oké. Deze. Daar hebben we de set van, voor deze de kaart. Ik ga die eventjes hier beelden. Deze kaart. Ja, de Luxario. Dan hebben we ook deze. En Meltan. Dit is de set. Dan hebben we... deze kaart. Die ben ik niet schat weer. Maar nu ga ik hem zelf zeggen. Pikachu! Glimmende Pikachu! Ja, om aan boord. Heel leuk. Ja.
Diglett. Oké, ik wist niet maar dat... Deze is ook een versie van Pikachu. Maar een veel betere kat, maar... Volgens mij de broer Raichu, volgens mij. Ja, Raichu. Ja, hierboven staat Pika Pika. Ja? Die gaan we een keer even bij elkaar leggen. Straks gaan we bepaalde tonen, vooral de GX'en. Darmuka, een kleintje. Oh, zo cute. Ook Ductrio. Ductrio. Oh, maar deze is ook leuk. Light. Die is wat stiller. En Widen, daar hebben we normaal ook eentje van. Die is wat stiller. Widen. Deze. Hit Montop. Ja. Cubone. Quivler. Black Halpen. Oké. Okay. Ja, nu hebben we ze trouwens allemaal bij elkaar gesmeten. Drowsy. Ah, oh, nee. Meowstick. Golbat. Weezing. Ja, die is ook kaartjes. Nu ga ik eventjes de naam niet kunnen zeggen. Maar jullie kunnen hem lezen, want we gaan hem nu extra dicht even zetten. Ja. Dan gaan we naar beneden. Deze. Ja. Deze. 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 Oké, okay, iedereen steekt hem wel goed. Vier. Op voorbeeld, ja. Drie. Twee. In. Alles is klaar. Maar jongens. Ik ga even iets gaan halen. Oké. Okay. We gaan zowel nog allemaal tonen. Jullie zien er nu waarschijnlijk een paar door beeld komen. Omdat ik ze bij elkaar aan het pakken ben. Ieder is even iets gaan halen. Ja, het is er. Jongens en meisjes. Oké. Okay. We zijn heel benieuwd. We kwamen in de winkel en CC-melk, we wilden chocomelk meenemen. En kijk wie er op de voorpagina stond. Ja. Toevallig dat we een video gingen maken over Pokémon. Pokémon. Ja. Pika, die zien we even daar. Oké, we gaan nu alle kaarten voor beeld. Wil ik jullie eten? Ines. We hebben geen eten. Stop. We gaan dit is de eerste. Vernoot. Vernoot. Oh. Dan deze. Ik ga ze nu allemaal gewoon voor beeld makkelijk doen. Ja. Gwaveler. Cubone. En misschien kan je die ook in België, Nederland, in Frankrijk kan je die zeker... In de Lidl of zoiets, waar hebben ze dat? Carrefour volgens mij. Carrefour of Lidl. Maar volgens mij kan je die overal deze, kopen. Ja, overal kan je volgens mij deze kopen. Heel leuk. Het is normaal gezien een maand dat je deze kan kopen. Een maand? Ja, zoiets. Twee maanden misschien. Misschien drie. Oké, okay, dan kopen we 100. Ah ja, voor het er nog eens te gaan, hè, naar Pika Pika. Dat is wel heel lekker. Meestal als wij naar op vakantie gaan, is dan meestal het thema in de McDonald's of zo Pikachu. Ja, met Pokémon kaarten. Maar thuis hebben we ook nog Pokémon kaarten. En ja, misschien doen we dat bij een andere video. En dan tonen we alle Pokémon kaarten. En ik heb thuis, ik heb thuis nog andere spullen. Ines, stop daar eerst mee. Dus als jullie deze melk ook super lekker vinden, laat het weten dan in de reacties. Als ze werken. Als ze werken, want de meeste reacties werken niet. Oh, en dank jullie nou toch iets voor op elke video te liken. Als je liked op elke video, ben je een super goede kijker naar onze video's. En dan... Vergeet ook niet te abonneren, want met de 30 abonnees doen we dit nog maar eens. Dan gaan we nog een keer wat Pokémon kaarten kopen. Dat lijkt me leuk om nog eens te doen.
Op. Op. Ah, die gaat ook. Oké. Kijk. Oké, vergeet ook niet te liken, dat zou heel leuk zijn. Heel leuk zijn. Hier de set eventjes. Oh, 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 oh. Is dat deze? Nee, ze gaat niet door. Ja, oké, deze. Ja, we gaan. Ik heb de andere niet, maar toen eventjes de rest van de kaart. Pika! Staan ze goed in beeld? Ja, ze staan goed in beeld, zoals het hoort. We gaan even een nieuwe doos aan moeten starten, zie ik. En hoezo? Ja, deze doos zit volledig vol. Riatje nog voor deze doos. Zie ik deze heb er maar beter. Heb je die draakker ook al gestoken? Nee, daar moeten we nog aan beginnen. Ja, want die moet daarin. Oké, doe die maar erbij. Voilà, dit was de eerste doos. De Team Up, dit is namens een game, ook op de Nintendo Switch. Nintendo. Als je dat hebt. En natuurlijk... Is dat leuk om Pikachu te spelen? Ik heb dat zelf nog niet, dus ik denk als ik dat ook ga doen. Ja, volgens mij heet het Zon en Maan Team Up. Dan ga ik dat Zon en Maan Team Up. Ah. Je moet eigenlijk zoeken Sun, Moon, goed. Team Up. Sun, Moon, Team Up. En dan heb je deze kaarten in beeld. Oké, goed. Nu de volgende doos. Draki. Diglett. Oh, je doet de geheksen van boven, hè, Jas? Ik denk wel dat die ook op het laatst staan. Ja, goed. Hey, Drowsy, die hebben we thuis ook. Ja. De meeste kaarten hebben we thuis ook, net zoals die... Dragonite. Oh, die hebben we thuis niet. Too late. Maar nee. Die geheksen die we nu hebben, die hebben we thuis nog niet. Want ik heb thuis nog veel leukere geheksen. Ja, die zullen we ook een keer tonen. Waar iedereen van zegt, mag die hebben, mag die hebben, mag die hebben, mag die hebben. Nu veel energie, maar hier is Lumbo. Ines, dat was stiller, zeg ik toch net. Misschien horen jullie mij niet goed, omdat Ines naar een video ook aan het kijken is. Maar ik denk niet dat het dat zo luid is. Nee. Het staat volgens mij op een laag volume. Ja, op een laag volume. Dus als jullie mij goed horen, laat het weten. Als er reacties aan staan. Mij gaan ze vast wel goed horen, want ik sta net achter de GoPro. Ja, hij staat net achter de GoPro. Dus eigenlijk achter jullie maar beeld, als zodat jullie nu zien. Nu even wachten. Als jullie al zo praten, als jullie mij al zo horen praten, is dat niet goed. Dat is heel raar dan. Ja. We beginnen lekker snel. Blam, blam, blam. Ja, ik ga ook niet te snel. Maar als die draak komt... Oh. Ja, ik wou ze er te snel steken. Deze dan? De Mukwal? Oké, ik loop iedere school tegen. Ik pak even deze twee. Het is lekker in gaan we op het laatste doen. Hebben jullie trouwens onze... Volgens mij niet. Ja, goed. Ines, ik zie een wat stiller. Halleluja. Goed, dus... Eigen. Waxen. Ines. Ines is echt aan het kijken naar Calimero. Ze zet het luider en luider in plaats van stiller en stiller. Ja, laten we het daar niet over hebben. Laten we nog wat Pokémon kaarten doen. Pokémon is veel beter. Twapion, Twactura en Tauros. Het is Squaggy. Ik zal even het verhaal helpen. En Beboil. Zeg de naam even niet. Nu ga ik het verhaal zeggen. De kaarten komen er nog steeds voor te verschijnen. Goed, dus... Ik was aan het slapen. En toen was mijn papa achter naar de winkel. En ik wou zeesmelk. Dus wat doet hij? Hij pakt een bus zeesmelk in mee. Zonder als ik weet of er Pokémon in staat. En dan zit ik nog te slapen. Word ik een stukje wakker. Ben ik nog half aan het slapen. En zeg ik tegen Jas toe. Een verrassing. Schiet ik wakker. Loop ik naar de koelkast toe. En ik zie al zo, pika pika, al zo pika pika,
omdat Pikachu erop staat letterlijk. Heel leuk. Kijk, is lekker. Dragonite. En de grote Dragonite. Eels, die moesten als... Ja, maar deze kunnen hier niet meer bij, dus daarom... Ik heb ze allemaal getoond. Dat was dus de video. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. We gaan eventjes onze afsluiter halen. En die zien jullie zo. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Pikachu, zeg jij nog iets? Hij zit lekker in de zon te liggen. De Pokémon-bossen vonden het ook leuk. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Like. Abonneer. Ring het belletje, want dan mis je nooit meer een video. Plus, weet je wat nog leuker is? Nee. We gaan voor 110 likes. Dag. Bye.